Hi, ik ben Caroline van Haakstudio Lean. De meeste mensen kennen mij van zebrahoofden die ik heb gehaakt. En die zijn te zien op mijn Instagram-account en mijn Facebook-account. Ja, dat is wel lang geleden hoor. Dat is 13 jaar geleden ongeveer. Toen ben ik gevraagd door mijn schoonzusje om mee te doen met een workshop haken. Dat was bij ons in de straat. En ik was zwanger van mijn dochter. En toen ben ik 3 avonden gaan haken. En in het begin ging het wat moeizaam. Maar daarna was ik eigenlijk gelijk verkocht. Dus is het een beetje uit de hand gelopen hobby geworden. Ja. Ja, mijn stijl bestaat eigenlijk vooral uit kleur. Ik hou gewoon heel erg van mooie kleuren die goed bij elkaar passen. En dat is ook heel goed terug te vinden op mijn account. Ja, als ik een onderdeel moet kiezen, vind ik dat toch wel vrij lastig. Het minst aantrekkelijk vind ik eigenlijk toch wel kleding. Omdat ik kleding wel heel erg belangrijk vind en het moet goed passen. En met haken of breien is dat tot nu toe niet echt bij mij gelukt. Of ik draag het gewoon niet, hangt in de kast. Amigurumi vind ik echt heel erg leuk om te doen. Maar dat vind ik het fijnste als het gewoon stil is hier in huis. Dus dat ik gewoon lekker rustig kan tellen en goed alle steken kan haken. En voor de televisie is het natuurlijk gewoon lekker om sjaals, woondeken. Ik ben dol op dekens haken. En dat gaat natuurlijk het makkelijkste tijdens Netflix. Dus Ja, er is wel één project waar ik echt heel erg trots op ben. En dat is namelijk een omslagdoek. Die heb ik speciaal voor mijn moeder gehaakt toen ze ziek was. En mijn moeder is vorig jaar overleden, dus helaas moet ik haar missen. Maar de omslagdoek heb ik wel nog steeds en ze heeft hem heel veel gedragen. Dus dat is wel echt iets waar ik heel erg trots op ben. Ja, dat zijn toch wel veel mensen die ik volg op Instagram of nieuwe patronen die uitkomen. Ik ben ook echt heel erg dol op boeken. Ik koop ook heel graag boeken met haakpatronen. Ik vind dat heerlijk om doorheen te bladeren en op die manier kleurencombinaties in de natuur vind ik ook altijd heel mooi om te gebruiken. Dus dat is wel mijn grootste inspiratiebron. Ja, als ik moet kiezen uit die dingen. De afgelopen 2 jaar heb ik natuurlijk heel veel kunnen haken en konden we helemaal niet op stap of uit eten. Dus nu ga ik wel heel graag weer op stap en lekker eten met vrienden. En die haakavondjes die gebeuren door de week even goed wel. Dus eigenlijk hoef ik niet te kiezen. Ik heb een poging gedaan om te breien. Dus dat is wel een handwerktechniek die ik naast het haken echt wel aan het proberen ben. En dat puntje zie ik toch wel heel vaak voorbij komen. Dus dat zou ik wel heel graag willen proberen. Om zo'n mooi rond lijstje met van die fijne bloemetjes of zo. Dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, dus dat zou ik graag willen proberen. Ja, mijn grootste fan. Ja, dat is misschien toch wel mijn man. In het begin was hij een beetje sceptisch over de dingen die ik aan het haken was. maar op een gegeven moment kwamen toch echt wel mooie projecten van mijn hand. En was hij ook wel onder de indruk van de dingen die ik maakte. Dus Ja, zeker is er iemand die gaat zuchten als ik ga haken, want mijn man die houdt erg van het donker 's avonds. Dus als ik ga haken moet het grote licht aan. Dat vindt hij heel vervelend. Dus die zegt, oh, ga je nou weer haken? Moet dat licht weer aan? Ja, maar anders zie ik niks. Ja, dat is misschien toch wel waar ik nu zit. Want dan kan ik ook lekker televisie kijken. Maar ik heb ook een heel fijn hoekje met een mooie stoel. En waar mijn spulletjes liggen. En als ik overdag tijd heb om te haken, dan zit ik daar het liefste. Ja. Ja, ik haak wel gemiddeld, denk ik. Ja, ik pak eigenlijk altijd wel de naald die in het patroon beschreven staat. En meestal pak dat prima uit. Ja. Ja, ik heb een handwerkvoorraad natuurlijk. Hij bestaat uit garen natuurlijk. Echt, ik heb een hele grote bak met katoen. Dat ik altijd de kleuren heb die ik nodig heb.
En ja, wat betreft andere projecten, als ik iets nieuws wil gaan maken, heb ik natuurlijk nooit het garen in huis wat ik wil. Dus dan moet ik weer iets nieuws kopen. En ja, ik heb heel veel boeken. Ik hou heel erg van haakboeken. Ja. Ja, eigenlijk altijd wel koffie. Ik vind dat wel het lekkerste tijdens het haken. En verder heb ik natuurlijk gewoon mijn haakspulletjes bij de hand. Schaartje, dat soort dingen. Ja. Maar koffie is wel heel belangrijk. Jazeker kan ik daar wat over vertellen. Ik heb inderdaad een sjaal ontworpen voor Wolplein. Dat is deze gele sjaal en deze grijze sjaal. Ja, het is mijn allereerste ontwerp en ik vind dat die heel goed is uitgepakt. Het is een lekkere, zachte, soepele sjaal om te dragen. Straks lekker voor het voorjaar. En ja, ik ben heel blij met het resultaat. Ik heb eigenlijk gewoon heel veel verschillende steken uitgeprobeerd. En steeds maar voelen tot het gewenste resultaat. Ik wilde heel graag een lekkere, soepele sjaal haken die gewoon lekker draagt om je nek. En met deze steken is dat tot stand gekomen, dus ja. Ja, waarom moet je mij volgen op Instagram of Facebook? Ja, eigenlijk gewoon als je houdt van kleur net als ik. En nieuwsgierig bent naar nieuwe projecten of... Ja, of verlegen zit om een praatje, mag je me altijd volgen. En berichtjes sturen vind ik ook altijd erg leuk. Dus ja. Yeah.